Hallo mensen, voordat jullie deze aflevering gaan kijken, wou ik nog even snel melden dat ik als ik leuke reacties onder mijn video's heb, dat ik ze ga voorlezen in deze video. Nou, niet in deze video, maar in een andere video. Dat is meestal in de video die daarna komt. Dus ken jij nog iets leuks of zo? Of wil je gewoon iets kwijt? Zet het even beneden in de reacties. Ja, deze keer zei ik het wel goed. Hey. Oké, maar laten we nu naar de video gaan. Waar ik een stuk enthousiasme praat. Hallo mensen! Welkom bij een nieuwe... een nieuwe serie misschien wel. Ik doe het tijdelijk op deze server. Maar mijn broer was als toen dus ook al bezig met de Kingdom server. Maar dat even... We gaan in ieder geval op play.goldencliff.eu. Zijn wij lekker bezig met... de bomen zijn ook gegroeid. Zijn wij lekker bezig met... de pro uithangen. Nee, niet de pro uithangen. Nou, we zijn bezig met ons kingdom. Deze werkt niet. Oké, maar we gaan dus gezellig de boom omhakken. En dan hopen dat we ook wat saplings kijken. Ah, kijk. Weet je wat, het was zo erg. Dat ik gewoon net naar de shop moest lopen om saplings te kopen. Nou, geloof me, dan heb je echt geen saplings op een eiland. Want mijn land staat op een eiland. Alleen geloof me, er is hier geen boom te bekennen. Dus ik moest persoonlijk bomen kopen. Oh nee, dan heb je Tigo. Oh, heb je Tigo weer. Mocht jullie niet weten wie hem is, hij is van mijn server. Ding, private ding. En hij vond het zo nodig om gewoon de boel te slopen. En dat vind ik niet leuk. Ja, ga maar naar die man, TPA. Maar hier zien we dus mijn kingdom. Hier is ik wil je naam niet verkeerd uitspreken, dus als je dit kijkt, sorry. Maar heb je hem? En hij gaat hier de huizen bouwen. Dit is trouwens even... eens kijken. Wat was dit ook alweer? Oh ja, dit was zo'n ding. Hier staat gewoon heel veel eten en zo in. En hier hebben we gewoon wat redden blokken. En dit is nog een heel oud bondgenootschapboek. Dat was even een jaar geleden of zo. Dat was gewoon... toen Erfra nog een kingdom was. En Celestial nog niet eens. Ja, Celestial was... wel een kingdom, maar niet echt een kingdom op een vaste plek. Het was gewoon meer een reizend kingdom. En deze keer ga ik dit boek weggooien. Uit opoffering voor de koe. Doei koe. Oké. Laten we eens kijken hoe het ondertussen op mijn server gaat. Want ik kom terug op kingdom als gewoon... dat er een beetje mooi uitziet. Maar laat ik nu eens server DJ 2004 gaan. En laten wij eens proberen. Ik heb hier heel weinig FPS. Oh, ik heb hier deze keer veel FPS. Oké, maar laat ik eerst gewoon even weer het ervaren zoals je het moet ervaren. Dan ga ik naar... ja, mijn stafleden gaan ook trouwens keihard achteruit. Ik heb nu in totaal 5 stafleden gehad. Ik heb nu nog maar 2. Laat staan hoe erg goed ik mijn stafleden uitzoek. Nou, die spant in game mode 2. Zo, en dan gewoon... hoppido, ik ben een noob die net op de server is gejoind. Hey, oh, oké, goed. Eens kijken. Oeh, u betreedt nu de warzone. Wil ik het wel? Oké, nou vooruit dan. Omdat je heet bent. Oeh, hé, wat is dit voor gebouw? Oh, zo leuk. Oh, wat gaat mijn stem daar omhoog?
Oh, er is hier geen villager. Oh, wat leuk. Oh, wat gezellig, ja. Oh, het is opeens ben ik weer in Game Mode 2. Oh, ik blijf wel gewoon in Game Mode 1, want dit... Kijk. Oh, kijk uit voor de diepte. Diepte, hoogte. Oh, gebouw. Oh, klim, 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 klim. Klim, 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 klim. Oh, ik ben hier. Oh, ik voel me zo groot, de jongen. Oh. Oké. Dus zover dat gedeelte. Dan gaan we nu... Waar gaan altijd die villagers heen? Ik kan mijn server goed onderhouden hoor. Ze kunnen die villagers killen. Ze kunnen heel veel proberen, maar... Je kan ze gewoon terug laten komen. Oh, oké, kom, laten we even een slash butcher doen. Zo, bedoel. Is dit nou weer? Hoe kunnen ze dit... Ah, even een barrier. Er is gewoon geen mogelijkheid dat ze het kunnen pakken. Oh, wat vind ik daar nou van dat mensen allemaal kunnen pakken en niet. Want tegenwoordig valt alles wel te pakken. Nee, pak ik het hoofd er weer af. Nee, die schreeuw was dan nodig. Die schreeuw was dan nodig. Oké. De nieuwe spel is moeilijker dan ik dacht. Maar goed, ja, bidoi. Ja, bidoi. Oh, wat gezellig. Ik moet kunnen de berry. Dank je. Oh, bidoi. Ja, bidoi. Oh, dat moet ik ook allemaal nog fixen, joh. Oh, die Tigo, hè. Ik zei dat ik een hekel aan hem had. Kun je hierbij zien hoe erg ik een hekel aan hem heb, want hij wil de hele server grieven, bladibladibla. Ik kon hem nog net al uitstoppen. Oké. Ik doe het nu even gewoon standaard armo erop. Ik doe het gewoon voor die jaar bij mezelf omdat ik een egoïst ben. Nee, ik ben geen egoïst. Wat zijn de barriers? Oh ja, die heb ik net gesloopt. Als ik mijn video beter kan editen. Nou, ik kan mijn video redelijk editen. Zo. Zo. Perfect. Niks meer aan doen. Het is nu onmogelijk om het te pakken. Oké, nee, is dat ook weer opgelost? Hoe dan? Dat was gordijn het gewoon steeds hè, voor mijn neus. Echt wat, die roze zo ooit nog een keertje staflid hoor. Dat is er niet bij mij. Oké, gaan we door naar het volgende ding. Dit gebouw is wel gebouwd door Tiro, dat moet ik eerlijk bekennen. Kan je ook zien aan dat hij heel lelijk is. Dat is ook het enige gebouw dat hij niet gesloopt heeft. Kijk. Hartstikke mooi. En dan dit deel is nog niet echt af. Ik ben er ook vrij weinig eigenlijk met deze kant bezig. Zie. Ik ben er wel een klein beetje mee bezig, maar niet echt. Ik ben trouwens ook de owner van mijn server. Oh, het is nacht. Ik hou niet van nacht. Kunnen jullie het minder goed zien. En staat hier, nieuwe stad is in bouw. Eigenlijk is hij nog niet in bouw. Maar ja, dit is het park. Is ook nog in bouw. Deze is ook daadwerkelijk echt in bouw. En kijk, dan hebben we hier... Oh, dat ding is veel te lang. Je kan hier ook nog een plot kopen voor ganghouse of winkel. Dus dan kan je hier je eigen bedrijfjes beginnen. Dit huis heb ik net vandaag gebouwd. Dus dat moet ik ook nog even inrichten. Ik heb het eindelijk met een andere bouwstijl geprobeerd. Kijk. Leuk hè. Dit huis heeft tenminste nog een beetje klasse. Ik denk dat ik gewoon mijn huis een beetje zo ga bouwen.
Ik ga straks op Creative, ga ik ook nog even een video over maken. Ga ik mijn oude huis lopen. Nee, één oud huis ga ik slopen. Dat was van random bouwen dinges. Maar hier hebben we het. Ik ga even iets enthousiaster praten. Van dit hou ik niet vol zo. Ik probeer hier een beetje dan enthousiasme te tonen. Nou, dat kon ik niet. Dit plot is te koop voor 4 skulls. Dit plot is te koop voor 3 skulls. Dit plot is te koop. 8, dacht ik uit mijn hoofd. Ja, 8. En dit plot is te koop voor 5 skulls. Wat willen jullie trouwens dat ik ook nog ga spelen? Liefst gratis games, maar. He, denk eens na, leuke games. Er komt vandaag ook nog of creative of random game. Ik denk random game. Zelfs misschien wel 2 random games. Ik weet niet of ik wel zo'n ding. Maar goed, dat is het eigenlijk voor nu. Ik ga nog even de video afsluiten op mijn plot. Ik hoop dat jullie dit video leuk vonden. Vonden jullie dat? Laat het me dan vooral weten met. Ik log dat log in dat ik heb de achievement overbouwen. Huh? Oké. / plot home. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Als jullie dat deden, dan vind ik dat je wel een duimpje omhoog mag doen. In principe mag dat hoor. Geen bezwaar tegen. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende keer. En dat is zometeen. Kan dat kind buiten opstappen met blaren? Doei!